Dat vooral plezier voorop staat. Ja, zeker in het vak dat wij doen, zeg maar, is dat wel heel belangrijk als sportman om het plezier niet te verliezen. Maar ik denk dat dat zo wel belangrijk is in alles wat je doet, dat plezier toch moet proberen voorop te staan. En ja, bij mij is dat door niet echt strakke schema's of zo te volgen, denk ik, dat ik altijd een beetje mijn eigen ding kan blijven doen. En als het niet echt moet, dan rijd ik het liefst een beetje gewoon in staan. Bij mij is alles op gevoel als ik hier rondrijd. Zoals op het strand hier kan ik een bocht pakken dat ik denk, oh, dat gaat niet sneller. En dan zal ik dat de ronde nadien toch proberen. En ja, dan kijk ik wel waar ik uitkom. En, ja, uiteindelijk, als je een fout maakt, dan ben je wel heel rap om dat te corrigeren. Omdat ik ben ook al zo vaak gevallen wat ik net zei op training. Na een tijd voel je daar gewoon aankomen en dan rol je eens door of zo. En dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon, dat hoort erbij en dan weet je waar je limiet ligt. Probeer zoveel mogelijk plezier te maken en nooit echt tevreden zijn met iets. Dat vind ik ook wel belangrijk, omdat je moet toch proberen altijd het beste uit jezelf te halen. En als je een bergje probeert op te rijden bijvoorbeeld en dat lukt één keer, dan zou ik niet gelijk zeggen van ja, dat was goed, ik ben erop geraakt, ik stop ermee. Dan zou ik zeggen van probeer dat nog een paar keer en ik probeer sneller en beter boven te geraken. En probeer dat drie keer naar elkaar te doen, zoiets. En ik denk als je zo'n dingen begint te doen, dat je vanzelf gewoon je eigen tot een betere renner maakt.